Yes mensen, en welkom bij een nieuwe My Trip Toe. Het is vandaag de dag dat we naar de wedstrijd gaan van Fortuna Sittard. Een nieuwe My Trip Toe in Nederland, nieuwe Limburgse club. We gaan eerst even Mackie nu. Hey Leef, wat denk je? Ja. Waar zijn we? Leg uit. Laurens, waar zijn we? Laurens, waar zijn we? We zijn in het pittoreske Sittard met een mooi stadion. Aldi, alvast. Aldi, oké. En welke club ligt in Sittard? FSC. Dan wil je de godverdomme gillen, het gek. En wat denk je vandaag, Leef, wat de uitslag wordt? De uitslag? Ja. Ik loop niet te heftig. Een goede antibiotica moet er zo vanaf zijn. Oh, wat ga je? Ben ik altijd zo blij met jou, God, met jou te werken, dan ben ik zo fantastisch. En Laurens, wat denk jij? 3-1-2 keer Cordova. Ja. Nou, lekker man. En Marnix, wat denk jij? Mitchell Dijks, El Trattori, de Italiaan. Leef, wat denk jij? 3-1. Maar jij zegt alleen Mitchell Dijks, maar wat doet hij dan? Pingpong of zo in het veld? Nou, linksback waarschijnlijk. Ah, ja en dan? Maar jij zegt, ik zeg hoeveel wordt het? Mitchell Dijks? Ja, 1-0. Ah, 1-0. Ah, oké. Okay. Ik zeg 2-0. Twee keer Fortuna Sittard, als je het nog niet wist. Het speelt toevallig thuis. Dus we shall see. Het verschil moet er wel zijn tussen twee Brabanders en een Zeeuw. Die hebben godverdomme keurig netjes en die twee lopen door alle struiken wat kapot kan gaan. Dat hij uit de auto stapt, hebben we hem maar gelijk aangehouden. Want hij werkt gewoon niet mee aan de controle die wij willen uitvoeren. Hé, hey, maar eerlijk, als je toch zo kijkt. Het wereldrestaurant Fortuna. Ja, van buiten zie je toch niet dat het echt een stadion is of zo. Wat is dit? Dat denk je toch gewoon een industriegebouw? Jij komt hier zo praten met mij. Jij weet niet wie ik ben. Wat denk jij? Waar jij haalt leven vandaan? Jij komt hier. Jij komt hier in de Sittard. Jij komt hier in de Sittard. Je praat zo tegen mij. Tegen mij? Als jij denkt, je kan zo praten met mij. Je hebt een groot probleem, hè? Proost, man. De lijnknik is weer duidelijk. Dus de rest kan beginnen. Lekker dronken een lijnknikje maken. Lekker man. We zijn binnen in het stadion. En we gaan het wel zien wat de wedstrijd is. Laten we doen met even volgende dag. Nu op mijn trip toe. En de muziek staat weer tering hard. Dus daar word ik weer heel verdrietig van. Zet de tering er uit! Maar goed. Ik ben benieuwd wat Fortuna te brengen. Dat is de volgende Limburgse club waar ik heen ben geweest. Laat het zien. Mooie indrukwekkende minuut stilte.
Fortuna is wel de sterkere ploeg, alleen Volendam heeft ook zijn snippetjes, dus het wordt wel spannend. Het is weer corner. Kans op kans. Hey, Leven, wat is het altijd als Marnix wegging? Ja, er wordt altijd gescoord. Ja, zo is het. Hij is om drie keer. Dus? Ik ben nog niet aan 5 minuten wordt gescoord. Zo is het wel. Ja. Net een 0-1 gemist. Hij had wel gezien. Maar wat een goal. Wat een mooie prik. Ik had het niet verwacht, maar het staat 0-1 voor Volendam. Dus ik kan zo. Wie kan er nog gelijk hebben met het voorspel? Niemand. 3-1. Dat denk ik. 3-1. Tweede wedstrijd. Tweede wedstrijd. Tweede helft is van start. En, ja, heel leuk. We gaan het zien. Wedstrijd is voorbij. Het laatste stuk heb ik helaas niet meer echt wel gefilmd. Maar wat ik wel kwijt kan is dat het wel een leuke ervaring was om Fortuna Sittard te zien. Het enige nadeel is van die recyclebekers, daar ben ik zelf niet zo fan van. Ze verwachten dat eigenlijk alleen de echte Sittard fans daar naartoe gaan. Overigens snap ik dat ook wel. Je moet ook helemaal geen toerisme hebben, joh, bij voetbal, maar goed. Ik was er wel en die bekers die kan je dus nooit meer terug brengen, als het ware. Dus ja, je kreeg ook niet statiegeld terug of zo van die bekers, dus dat vond ik wel een nadeel. En parkeren was ook nog wel een dingetje, maar ik zag wel achter die woonwijk kon je goed parkeren. Nou, Leesje en Laurens hebben het goed, dus die hebben allebei een puntje. Dus als je dan de ranglijst krijgt, dan is het Jeroen, Leesje en Laurens. Laurens is nieuw trouwens van de FV King.
groep. Die hebben de puntjes erbij, dus weer mooi meegenomen. Dus Marnix en ik staan als enige rond 0. Ik ben blij dat ik het mee heb gemaakt. En het belooft een mooi seizoen te worden voor Fortuna. Daar ben ik overtuigd. Ze gaan de Eredivisie behouden. En ja, spreek je later.